En vandaag toen dat we een papillot met lamsvlees gaan maken, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ons lamsvlees hebben we in kleine stukken gesneden om gemakkelijker te kunnen verwerken in onze papillot. En we gaan daar een beetje aromaten toevoegen van verse tijm, honing, look en ook een beetje feta kaas en kersttomaatjes. Ik ga ook al kruiden met peper en zout. We gaan ons lamsvlees aanschuren in een beetje hete olijfolie in de pan. Heel kort, dat het juiste korstje is. Intussen kunnen we onze tomaatjes insnijden. We maken er een kruisje in met anders. Tijdens het warmen van de papillotten kan die tomaatjes openspringen en die vermijden we dat een klein beetje. Dus er al een kruisje in te maken. Dan blijven ze mooi op een geheel. We kunnen ook onze kindjes ook al grof snijden. Ik heb die al gepeld. Onze feta kaas kunnen we ook al in blokjes snijden. Niet te klein. Ons vlees is mooi aangeschroeid. We gaan het even opzij leggen. Zo. Zo, we hebben al onze garnituren gereed liggen. En nu kunnen we onze papillot samenstellen. Neem daarvoor toch tamelijk stevig aluminiumfolie. En we gaan daar onze vlees op leggen. We leggen daar enkele kersttomaatjes bij. Op en tussen. Ook onze feta kaas. En we gaan dat een beetje afwerken met smaak. We pakken een takje tijm. Zo. We gaan er ook nog een beetje honing op doen. We leggen er natuurlijk ook enkele knoflooktintjes tussen. Dat is een lekkere smaak bij lamsvlees. Misschien nog een klein scheutje olijfolie. We gaan hier een mooi pakje maken met onze aluminiumfolie. Wat heel belangrijk is, dat we het mooi dicht maken, zodat alle aroma's binnenin blijven. We beginnen met vooraan een mooi randje te maken en we bouwen dat meer en meer op. Het is zo'n beetje schattend tot waar je pakje zal zijn, dus we kunnen langs de andere kant beginnen opvouwen. De puntjes in de hoek vouwen mooi dicht. Zo, dat is één pakje. Ik ga nog een keer een pakje maken als voorbeeld. Zo hebben we onze papillot. We gaan die nu afbakken in de oven, 200 graden, 10 à 15 minuutjes. Een keer kijken naar onze papillot. Ja, ziet er goed uit. We zien, er is nergens vocht uitgelopen, dus dat is perfect dichtgemaakt. Ja, we gaan even kijken naar het resultaat. We gaan er van boven insnijdingen maken. Ja, ziet er goed uit. Hè? Alles mooi gegaard. Op het bord leggen. Zo, dat is onze papillot van lamsvlees met vette kaas en tomaten en aromaten. Ideaal om op een barbecue of in de oven te bereiden. En al de aroma's komen je zo tegemoet dat je er stevast honger van krijgt. Smakelijk.